Wat is fotosynthese? Bomen en planten kunnen zelf voedsel maken. Hiervoor hebben ze 3 dingen nodig. Water, dat bomen en planten via de wortels opnemen uit de grond en via de stam of stengels naar het blad vervoeren. Kooldioxide, dat de bladeren via de huidmondjes opnemen uit de lucht. En zonlicht, dat de bladgroenkorrels in de bladeren opnemen om te gebruiken als energie voor de fotosynthese. In de bladgroenkorrels worden het water en de kooldioxide omgezet tot voedsel. Hier komt suiker en zuurstof bij vrij. De suiker wordt door de plant gebruikt om te groeien en de zuurstof wordt via de huidmondjes van de bladeren weer afgegeven. Wil je dat ik de volgende keer een antwoord geef op jouw vraag? Stel hem dan vandaag.